zijn alvast een beetje begonnen met spelen, maar hier gebeurt het straks. We gaan plaatsmaken voor 6 andere bands, want we staan vandaag in de Popcorner in Breda. En hier krijgen ze vanavond voor het eerst een album te horen. We hebben er zin in. Zeker. Zien jullie zo. Dit allemaal georganiseerd, begreep ik, hè? Ja, inderdaad. Nou, we hebben dit samen met Tom Prevo. Dat is een jongen die eigenlijk buiten de band is, maar die wij ook wel heel vaak betrekken bij organisatie. Daar hebben wij Memory Serves mee opgezet. En eigenlijk met die vereniging, zoals wij het noemen, hebben wij December Tapes gedaan. Dat komt eigenlijk omdat vorig jaar hebben we dit in ons eentje gedaan voor het Amphia ziekenhuis. Voor kinderen op de afdeling neurologie. Dat was een nieuw gebouw en het is vooral voor kinderen. Zo'n ziekenhuis is natuurlijk heel erg engig. En we hebben daar dus een project binnen het Amphia gesteund. Om te zorgen dat het voor die kinderen gewoon helemaal leuk wordt aangekleed. En dat die hele ervaring gewoon wat fijner wordt gemaakt. Ja, even wat anders dan alle ziekenhuiszusters en apparatuur. En we dachten eigenlijk van, we willen dit jaar groter aanpakken. En groter betekent dat je meer publiek wil trekken. Maar dan moet je toch gaan kijken naar je omgeving. En we dachten, als we het nou gewoon met 10 bands uit de regio Breda doen. Dan hebben we echt een supergroot bereik. En dan kunnen we het ook wellicht groot presenteren in bijvoorbeeld de MES. En dat is hartstikke goed gelukt. En de opbrengst van deze organisatie, waar gaat dat naartoe? Het geld gaat naar het Jeugdcultuurfonds in Breda. En zij gaan het investeren in de jongeren die dan instrumenten kunnen bespelen. En dus op vroege leeftijd zeg maar, weer in aanraking komen met de cultuur. Wat leuk. En ja, zeker heel leuk. En we zijn ook heel blij dat ze gelijk aan hebben gesloten. Het was de eerste organisatie die we vroegen om mee te doen. Dus we zijn daar heel blij mee. Om dus ook de cultuur in Breda zeg maar, gaande te houden voor de komende jaren. Show them everything that you can do.
Welke band zijn jullie? Wij zijn Wind Up Space. En hoe zijn jullie bij December Tapes terechtgekomen? December Tapes is eigenlijk een samenwerking met heel veel bandjes. En de initiatiefnemers waren Dare Dare. En dat is een bandje die we eigenlijk, ja, waar we al best vaak mee hebben opgetreden. En dat zijn een beetje vrienden van ons geworden in Breda. En wat denken jullie dat December Tapes zo bijzonder maakt? Ja, gewoon het laat zien wat Breda muzikaal eigenlijk allemaal te bieden heeft. Want meestal als je kijkt naar steden in Nederland en dan hebben ze het altijd over Den Haag en Utrecht en Eindhoven en Tilburg waar muzikaal meer te beleven is. En als Breda blijft er een beetje achter. En ik denk dat December Tapes best wel laat zien dat het hier in Breda ook wel borrelt met muzikanten die het best serieus nemen. If I go where she goes, I will know that I can show who I am. 'Cause everywhere, every place, in my heart, in my veins, she is right. I've learned, 'cause there's nothing you've earned. Money, all you care about is money. But does it keep you warm at night? I think you need a love at your side. Oh, I hope that all your dreams are true, and nightmares are dreams too. Oh, I hope that all your dreams are true. Sleep tight, sleep like a friend says. I want this. You're heading one direction for your own satisfaction. Oh, no one, oh, no one it will follow. Because you're hollow, so hollow. Oh, you'll be happier than ever before. Oh, happier you thought you ever would. Oh, you'll be happier than ever before. Ja, er zijn een hele hoop kinderen die in Breda leven heel graag aan cultuur willen doen, maar daar eigenlijk geen geld voor hebben. Er is een thuissituatie dat er of armoede of gewoon te weinig geld is om het lesmateriaal en het lesgeld te betalen. Dat is eigenlijk een groep die wordt buitengesloten omdat zij niet aan cultuur kunnen doen, maar dat wel heel graag willen. En dat geld wat hier dus op wordt gehaald met de December Tapes, die gaat daar naartoe. Zodat hun in worden gesloten en lekker gitaar kunnen spelen of ballet of theater. Of wat voor kunstdiscipline dan ook, zeg maar.
En als u dan zo'n kind helpt, wat ziet u dan veranderen in bij dit kind? Buiten dat ze leren muziek maken of theater doen, is het heel belangrijk dat ze samen met vriendjes en vriendinnetjes bezig zijn. Ik geef altijd een voorbeeld van in de klas, maandagochtend, je komt in de klas. Jantje en Pietje hebben een optreden gehad met, zeg even, gitaarspelen. Heel enthousiast. Leraar, wat gaaf was het, want we hebben dit en dit gedaan. Ouders zijn komen kijken. En er zit naast Keesje en die heeft niet mee kunnen doen. Dus het gaat niet alleen maar om het gitaarspelen, maar het gaat ook om de optreden, om de beleving. In worden gesloten met je vriendjes en vriendinnetjes. En dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Het in worden gesloten, samen iets doen, samenwerken en elkaar helpen. En dat zie ik dus voor me. Een heel enthousiast kind wat samen met zijn vriendjes lekker aan muziek doet. Je krijgt eigenlijk nu muzikanten die geld opleveren of ophalen voor andere muzikanten in spe. Want ze zijn nog geen muzikant, maar ze gaan het wel worden. Met ook het idee dat over 5 of over 10 jaar, die muzikanten die wij nu helpen, die jonge kinderen, dat die misschien over 10 jaar ook aan dit project mee werken. Geld ophalen en zo hebben we een mooie cyclus in werking. Idealiter. Popcorn, dat is een, hoe moet je dat zeggen? Dat is een jongerencentrum die probeert jongeren met muziek kennis te laten maken. En dat is dan ook in de breedste zin van het woord. Dat wil dus niet zeggen dat wij alleen maar de mensen muziek willen laten maken, maar ook willen laten beleven en organiseren. Wat vond u van vanavond? Ik vond vanavond heel erg leuk. Maar ja, het is natuurlijk, ik ken wel het een en ander van Der en ik ken van de December tapes, want alles is hierboven in de studio opgenomen. Maar het is, ja, het is gewoon, ja, hard werken. Maar wel, ik heb er wel heel veel voldoening van. Want ik heb wel het gevoel dat het ook toch wel geslaagd is. En komt er nog een vervolg? Nou, als ik de jongens van Der hoor, dan denk ik het wel. Ik denk dat denk het wel. Denk het zo. Nou. Waiting for an answer like you knew. There are only propositions in that room. I was searching for a way to make myself stay, with all these orders going on uncontrollably. Why did you lie? You said we were fine. Maybe it's over.
you didn't care. You brushed me down, pushed me to the ground. There's an ending to this story, and it's starting now.